こたつテレビ。こんにちは、ナリです。In deze video ga ik uitleggen wat de nieuwe functionaliteiten zijn bij de 2.1 versie van onze leeromgeving. Nou, kijk gelijk mee. We hebben een aantal dingen toegevoegd waarvan wij dachten dat het heel handig voor jullie zou zijn. Ook op basis van jullie feedback. Ik ga je dus laten zien wat we allemaal nieuw hebben. Het geldt voor de Japanese Genius 1 cursus. Nou, als eerst zie je hier de startersgids, waarbij we allerlei tutorials hebben, zeg maar hoe je, ja, wel basic dingen die je waarschijnlijk al weet, maar goed, hoe log je in, navigeren door het menu, wat zijn de alle functionaliteiten tot nu toe, maar nog meer, hoe je de cursus nou gebruikt. Dus eigenlijk, weet je, als je net pas de cursus hebt of je wil nog even checken wat alle functionaliteiten zijn, kan je dat hier bekijken, dus dat is nieuw. Voor de rest, als je nu naar de lessen gaat, zul je zien, ik zal je een vergelijking geven met Japans 2, dan kan je een beetje het verschil zien. Kijk, dit is bijvoorbeeld les 1 van Japans 2. Het is gewoon puur een video, that's it. Nou, we vonden het een beetje kaal, dus dat hebben we gedaan. Er is iets meer bijgekomen, dus dat betekent, voordat je de video gaat bekijken, dan ga je eerst lezen wat je nou allemaal in de les gaat leren, zodat je al een beeld hebt waar de les over gaat. Of als je een keertje iets terugzoekt, Dan weet je, kan je snel zien of het bij deze les was. Daarnaast de tijdcodes. Dus als je snel even dialoog zoekt of je wilt even vocabulaire en uitspraak doen, dan weet je dus nu heel snel hoe je daarbij terecht kan komen. Dus dit is zeg maar meer, zodat je ook heel snel een oogopslag ziet waar de les over gaat. Weet je, niet iedereen die leert perfect via video. Sommigen willen ook echt tekst zien. Dus dat heb je dan hierbij. En tijdcodes is ook voor jou om een beeld te krijgen waar de les over gaat. Maar ook als je bijvoorbeeld iets terug wil vinden. Daarnaast, hier kom ik zo op terug. Wat je nu ook hebt, is, je kan de lessen nu versneld afspelen. Stel, je bent iemand, je bent net begonnen met Japans 1, maar misschien heb je al wat ervaring met Japans. Dan kan je gewoon de speed op 1.5 zetten of 2.0, hangt vanaf hoe snel je bent. Of snel, het gaat allemaal iets te snel voor je, dan doe je het iets langzamer. Dan gaan we heel gek klinken, maar ja, goed. Of je bent iemand die ervan houdt om op iets snellere snelheid te leren. Bijvoorbeeld als ik een cursus doe, dan bekijk ik altijd de video op 1.2 of 1.5 of soms 1.75. Dus dat is nu een mogelijkheid. Nu kan je ook iets sneller door de cursus heen gaan. Daarnaast hebben we als laatste functionaliteit van de 2.1 versie is de audioles. En dat is echt heel, heel handig. Stel je zit in de bus of zo, je hebt geen zin om je telefoon erbij te pakken, om in je hand te houden, om echt zo'n video te bekijken. Of het kost je te veel data omdat je buiten bent. Je wil niet uit je hele databundel gaan. Nou, wat je dan kan doen, ga gewoon naar de les en je beluistert gewoon de audioles. Heel handig. Je kan ook de audio downloaden naar je telefoon. Nou, ik heb begrepen dat het met iOS niet kan, maar als je Android hebt, dan kan je het gewoon downloaden naar je telefoon. In een andere video zal ik je nog laten zien hoe je hier een playlist van kan maken. Dat is heel handig. Dan kan je gewoon iedere keer als je in de bus, auto of trein zit of wat dan ook, kan je gewoon je lessen erbij pakken. Dus dat, en we hebben de slides toegevoegd. Dus van iedere les zal je nu de slides kunnen downloaden. Bijvoorbeeld dit. Nou, stel je wilt iets naschrijven of zo, of wat dan ook, of je wilt liever alles uitgeprint hebben, dan kan je het in je map doen, in je Kotatsu map.
Heel handig. Dus nu van alle lessen kan je nu ook de slides vinden. Die kan je ook naar je telefoon downloaden als je dat zou willen. Dus even een korte samenvatting. Wat is nou eigenlijk allemaal nieuw? Nou, de beschrijvingen zitten nu erbij. Nou, wat leer je nou in de les? Dus dan kan je heel in één oogopslag zien waar de les nou over gaat. Dat is nieuw. De tijdcodes zijn nieuw. Dus als je iets terugzoekt, dan kan je nu heel snel iets vinden. Of je wilt gewoon een overzicht krijgen van waar gaat de les nou over. Nou, je weet, begin met de inleiding, dan gaan we naar structuur, dialoog, vocabulaire en uitspraak. Heel handig. Je kan de snelheid van de video nu aanpassen. Dus ja, weet je, stel je bent iemand die gewoon van houdt om op een hoger tempo te leren, dan kan je nu doen. En je hebt audiolessen. Dus kan je bijvoorbeeld echt goed letten op de uitspraak. Dat kan je ook, weet je, als je aan het reizen bent, is het heel handig om dit te hebben. Niet altijd die video maar te hoeven gebruiken. Je kan een playlist maken op je telefoon. Daar zal ik nog een andere video van maken. En je hebt alle slides. Oké. Okay. Dat was weer een update van de 2.1 versie van de Kotatsu cursus. Dit is voor Japanese Genius 1. Voor Japanese Genius 2 komt er ook aan. Binnenkort weer. We doen deze updates misschien één keer per maand of één keer per 3 weken. Dus we luisteren heel goed naar jullie feedback. Weet je, is er iets wat jij vindt dat erbij moet of dat anders moet? Laat het ons weten. En dan is er een kans dat wij het in de cursus gaan toepassen. Dat was het weer voor deze video. Ik zie je weer. Matane. Kotatsu Terebi.